Goedenavond. Helaas heeft nog niet iedereen koffie. Maar we gaan toch beginnen met het programma. En ik hoop dat u het misschien ook redt zonder de cafeïne. Moet wel lukken. Hartelijk welkom bij de protestantse lezing 2019. Vanavond verzorgd door Pieter Jaap Abelsberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En welkom op een hele bijzondere plek. De koepelgevangenis van Arnhem. En dat is niet om u gevangen te houden. U mag straks gewoon weer naar huis. Maar het is wel om de relatie aan te geven met veiligheid. Met u, uw en onze veiligheid. Hartelijk welkom ook aan de kijkers van de livestream die thuis met ons meekijken. Mijn naam is Elsbeth Grütke. Ik ben predikant en radiopresentator. En ik leid u door deze avond heen. Er is ook muziek van Jaap Borger die zich laat inspireren door het thema vertrouwen. En na de lezing, aan het einde van de avond, is er ook cabaret van Annemarie Koopman. Maar dat volgt vanzelf. Eerst het woord aan de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, René de Reuver. En zijn opening die wordt gevolgd door muziek van Jaap Borger. Dames en heren, zusters en broeders, om het ook maar gelijk in kerkelijke taal te zeggen. Fijn dat u er bent. Op deze avond, bijzondere avond, 31 oktober. Een avond over wantrouwen. Zo net zei Elsbeth over vertrouwen. Zeker, daar zal het ook over gaan. Maar het thema is gestold wantrouwen. Avond over wantrouwen in een gevangenis. De inleider, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En dat op 31 oktober. Hervormingsdag. Herdenking, deze dag in het bijzonder, van de reformatie van de kerk aan het begin van de 16e eeuw. Ik kan me voorstellen dat u wellicht zegt, denkt, is het zo erg gesteld met de kerk in onze samenleving dat we als kerk op hervormingsdag het over wantrouwen moeten hebben? En dan ook nog in een gevangenis. Zou je het niet beter vanavond gewoon over vertrouwen kunnen hebben? Vertrouwen en geloven, u weet het wel, zijn eigenlijk twee woorden die inwisselbaar zijn voor elkaar. Morgen houden Lans Bovenberg en Paul van Geest een inaugurele rede op de Erasmus Universiteit. Twee theologen, één van professie, een ander eigenlijk zelfmeet, maar ook een hele bekende econoom. Zij pleiten voor vertrouwen als basis van de economie. Hoe begrijpelijk wellicht ook de aarzelingen bij het thema van vanavond, wantrouwen, gestold wantrouwen nogal, zelfs. Ik vind het een gouden greep om het daar vanavond met elkaar over te hebben. En van deskundigen, terrorisme-deskundigen, te horen waar dat wantrouwen van ons, die in het leven van ons allemaal zomaar kan opkomen, terwijl we toch leven in een van de meest welvarende landen van de wereld, waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Want ook al gaat het in geloof om vertrouwen, en is dat de basis
voor gezond en vreedzaam samenleven. Wantrouwen zit diep in een ieder van ons. Niemand ontkomt eraan. Is dat erg? Dat valt nog te bezien. Als gelovigen geen last van wantrouwen zouden hebben, had Jezus ons niet hoeven leren bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Juist op een dag als vandaag, hervormingsdag, valt het woord genade. Een van de woorden die in de tijd van de reformatie weer gespeld werd. Genade, juist omdat we weten van verzoeking. Verzoeking van de macht van geld, bezit en vult u maar aan. Daarom zou je kunnen zeggen: wie in God gelooft, zijn eigen hart, die kracht van verzoeking een beetje kent, die zet, als die hier op de fiets gekomen is, gewoon zijn fiets op slot. En die laat in de kerk zijn portemonnee niet zomaar slingeren. Zijn protestanten misschien te goed van vertrouwen? Enige maanden geleden deed het CBS onderzoek naar sociaal en institutioneel vertrouwen van ons Nederlanders. En het boeiende van dat onderzoek is dat ze het ook uitsplitsten naar geloofsdenominaties. Ik geef u niet alle cijfers, zou u duizelen en ook niet zo direct boeien, denk ik. Slechts 3. Die uitkomst daarvan vond ik wel verrassend. Als het gaat om het sociale vertrouwen in medemensen. 50% van de protestanten zegt: dat heb ik. Bij Rooms-Katholieken is dat 40%. En bij mensen die zeggen geen godsdienst te hebben, ik vergis me, dat is het over de EU, ik loop iets te ver. Over de medemens, protestanten, 74%. Rooms-Katholiek, 56%. Geen godsdienst, 68%. De EU, ik verraad u al, de helft van de protestanten heeft daar vertrouwen in. Rooms-Katholiek, 40. Geen godsdienst, 46. En nog eentje. Als het gaat om de kerken, heb je nou vertrouwen in de kerken? Nou, dan bent u, ik neem er even aan dat u protestant bent, zeer goed gelovig. Want 81% van protestanten heeft vertrouwen in de kerken. Rooms-Katholieken, 37. Geen godsdienst, hou u vast, 14. Protestanten zijn de best goed vertrouwende mensen, blijkbaar. Dan, dat wisselt een beetje, katholiek, geen. Eigenlijk winnen de mensen zonder geloof het nog van Rooms-Katholieke mensen. Protestant het meest. Hoe zou dat nou komen? Boeiend om daarover na te denken, dat moet u gewoon voor uzelf maar doen. Ik ga dat niet doen, ik weersta de verleiding. De analyse laat ik ook graag de heer Albersberg. Maar misschien wel aardig om even de proef op de som te nemen, of het ook een beetje klopt met u zoals u hier bent. Bezoekers van deze protestantse lezing, of u ook zo goed van vertrouwen bent. U hebt allemaal wel uw hand, hè? Dus ik stel 3 vragen. Als u het er nou mee eens bent, hand omhoog. De meeste mensen zijn te vertrouwen. De meeste mensen zijn te vertrouwen. Even maar, wie zegt nee? Wie hebt maar 1 keuze? Oh, dan bent u wel echt goed van vertrouwen, ja. Dan zijn er maar 2 of 3. 2, ik vertrouw erop dat mijn bank... niet op de een of andere manier meedoet aan witwaspraktijken. Wie? Oei. Het is precies het omgekeerde beeld van de net. Ik weet niet of hier bankiers zitten, maar het zit niet zo goed met dat vertrouwen in de banken als het om witwassen gaat. 3.
Wereldleiders zijn te vertrouwen. Niemand steekt zijn hand op. Wereldleiders zijn dus blijkbaar niet te vertrouwen. U ziet wel, wantrouwen, vertrouwen, het is een mix. Zelfs bij supergoed vertrouwende mensen als protestanten. Vertrouwen sluit wantrouwen blijkbaar niet uit. En nogmaals, als we er geen last van zouden hebben, van wantrouwen, dan zou Jezus ons ook niet hebben leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vanavond gaat het over gestold wantrouwen. Want wantrouwen is niet ongevaarlijk. Het kan je leven ook gaan overheersen. En de kijk op elkaar en op anderen zomaar gaan bepalen. Het kan stollen. Het kan vertrouwen wegdrukken. Zodat je ook als protestant niets en niemand meer vertrouwt. Dat wantrouwen sluit een mens op in zichzelf en maakt samenleven onmogelijk. Hoe kun je je daar nou tegen wapenen? Ik ben heel erg benieuwd wat onze nationale coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Albersberg ons hierover te zeggen heeft. Thank you.
Dankjewel, ja, Borger. Jan, sorry. Ik ben wel benieuwd wat Luther ervan zou hebben gevonden. Variatie op zijn lied. Na de lezing krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Valt u nou tijdens de lezing iets in, schrijf het dan even op voor uzelf op een telefoon of op een papiertje, kort en bondig. Pieter-Jaap Albersberg, die houdt zich bezig met uw en mijn veiligheid. En als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid weet hij als geen ander wat ons bedreigt en wat niet. Voordat hij deze functie bekleedde was hij chef van de politie in Amsterdam, daarvoor in Rotterdam. En ik nodig hem uit hier op het podium. Dankjewel. En u mag zo beginnen. Maar ik heb nog één vraag vooraf. Ja. Hoe was dat nou om zo'n lezing te schrijven? Iets heel anders dan wat u gebruikelijk doet. Nou, misschien is wel het meest moeilijke dat ik langzaam moet praten in dit galmen. Ja, lastig, dus hè? Dus het lezing schrijven, dat viel nog wel mee. Het rustig spreken wordt een uitdaging. Oké. Ik zal af en toe zo doen als het te heel snel goed. Gaat. Dank. Ga uw gang. Geacht moderamen, dames en heren. Dank voor deze eervolle uitnodiging van de Protestantse Kerk om vandaag deze lezing te houden. Maar dat ik daar uitgerekend naar een voormalige gevangenis moest komen, heeft mij overigens wel verbaasd. Want welke symboliek zit hierachter? Ik kon er drie verzinnen aan u de keuze te maken. Ik zal niet dat met hand opsteken doen, maar dat is het. Is het één om het beeld te versterken dat veiligheid centraal staat in mijn ambtelijke loopbaan bij de politie, of nu als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid? Of, en dat zou ik zorgwekkend vinden, voelt u zich als kerkgemeenschap inmiddels dusdanig opgesloten en buitengesloten in de samenleving dat u zich alleen nog in dit soort plekken veilig voelt? Tot slot, de koepelvormigheid van dit gebouw als reden lijkt me helemaal bijzonder. Want juist protestanten hebben zich onttrokken van de koepel van het Vaticaan. Ik laat het maar aan u waarvoor we hier zitten, maar een bijzondere omgeving is het zeker. Hoe het ook zij, u hebt mij gevraagd vandaag in te gaan op het thema gestold wantrouwen als het onbedoelde effect van secularisatie. Dat was de titel die ik van u opkreeg als opdracht. En ik heb die uitnodiging als meelevend protestant, maar ook als nationaal coördinator, uiteraard met groot genoegen aanvaard. Maar ik ben wel zo vrij geweest om meteen deze hele stelling van enkele kritische kanttekeningen te voorzien. Kanttekeningen vanuit mijn functie, maar juist ook vanuit mijn overtuiging als christen. Om deze kanttekeningen van voldoende fundament te voorzien, ben ik in de voorbereiding geflankeerd geweest door professor Paul Abels, kerkhistoricus, inlichtingenexpert en bijzonder hoogleraar, en aan de andere zijde professor Beatrice de Graaf, historicus, terrorisme-expert en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. De een van katholieke huizen, de ander verbonden met het protestantisme. Een mooie symboliek op deze hervormingsdag, dacht ik. Maar u zult begrijpen, het historisch fundament van deze lezing zit wel goed. Beiden in ieder geval mijn hartelijke dank daarvoor. Dames en heren, het is nogal wat om te veronderstellen dat secularisatie heeft geleid tot gestold wantrouwen. Vergeten we dan niet even fors de hand in eigen boezem te steken? Immers, veel van de conflicten die tot onderling wantrouwen en zelfs wereldwijd tot terrorisme hebben geleid, zijn juist op religie gebaseerd. En ook reformatoren veroorzaakten scheidslijnen en onderling wantrouwen. De vraag is wat mij betreft dan ook of secularisatie wel zo'n aanjager van wantrouwen is. En om meer helderheid te krijgen in dit vraagstuk is het noodzakelijk om eerst maar eens terug te gaan in de geschiedenis. En hoe past dat beter op een hervormingsdag? Een blik op het verleden zal ons ook helpen te bepalen wat wij voor de instandhouding van een veilige, vreedzame samenleving als christenen op dit vlak kunnen doen of kunnen laten.
En dan begin ik maar 400 jaar geleden. En u weet net zo goed als ik dat we aan het eind zijn van een kerkhistorisch bijzonder jaar. We herdenken in 2019 dat het exact 4 eeuwen geleden is dat het Nederlands protestantisme, althans de dominante en door de overheid als enige officieel toegelaten en bevoorrechte gereformeerde variant daarbinnen, in dogmatisch eenduidig vaarwater terechtkwam en een consensus wist af te dwingen. En dat gebeurde met de synode van Dordrecht. Ook de Nederlandse taal kwam dankzij diezelfde synode in eenduidig vaarwater. Want het toen genomen besluit tot de vervaardiging van een nieuwe vertaling van de Bijbel uit de grondtalen zou in 1637 uitmonden in de befaamde Statenbijbel. De taal van deze Bijbel bracht niet alleen de inhoud van de schrift dichter en zuiverder bij mensen, maar zorgde ook voor meer eenheid in taal voor iedereen. De vraag is of de synode destijds het land ook in rustiger en veiliger vaarwater heeft willen weten te brengen. Op korte termijn in ieder geval niet. Het binnenkerkelijk conflict dat ermee beslecht werd tussen de Arminianen en de Gomaristen had namelijk ook zijn politieke dimensie. En het conflict liep zo hoog op dat de jonge republiek op de rand van een burgeroorlog balanceerde vanuit het kerkelijk huis. Dat kwam ook door een streven naar gewestelijke en stedelijke autonomie, bepleit door Johan van Oorne-Barneveld, en een streven naar versterking van het centrale gezag door stadhouder Prins Maurits. Wat dat betreft is er tussen gemeente en rijk niet veel veranderd in die tijd, sinds die tijd. Beiden kozen ook een kerkelijke partij, waardoor politiek en religie onontwarbaar verknoopt raakten. Dat kostte van Oorne-Barneveld uiteindelijk letterlijk de kop en leidde tot een tweederangs burgerschaps van de verliezers op het kerkelijke en politieke domein. Over in- en uitsluiting gesproken, dat konden ze toen ook al. Zo terugkijkend liggen de wortels van het wantrouwen binnen de kerken en in de samenleving ook al 4 eeuwen terug. En leek dit wantrouwen door de synode en de Staten-Generaal toen al gestold te worden. Gelukkig was de dagelijkse realiteit anders. Want op lange termijn zorgde de synode van Dordt wel degelijk voor een institutionele harmonie. En een kader voor de diversiteit die voorheen voortdurend tot conflict hadden geleid. Maar die nu aan banden werd gelegd. De scherpe kanten van het conflict zouden weldra slijten. En in het religieus veelkleurig landschap in de Nederlanden ontwikkelde zich al snel een vorm van omgangsecumene. De term is van Willem Vrijhof. Bovendien, en ook dat is niets veranderd sinds die 400 jaar, de koopman won het altijd in Nederland als het puntje bij het paaltje kwam van de dominee. Want de economie was allerminst gebaat bij maatschappelijke polarisatie, onrust en confrontatie. Ook politiek ontstond daarom een weliswaar wankel, maar toch een evenwicht tussen regenten en stadhouders die in tijden van crisis ons kleine landje door zware stormen heen hielpen. We doen volgens een stap vooruit in de tijd, de 19e eeuw. Een eeuw waarin Nederland van buitenaf bezien, internationaal, een tamelijk homogene en christelijke samenleving leek, die stilzwijgend het principe van eenheid in verscheidenheid had omarmd. En dat legde de basis voor een aantal stevige zuilen. Zuilen waarmee de massa's gestijfd en gestimuleerd werden in hun wantrouwen en vijandigheid tot elkander. Maar waarvan de bovenlaag elkaar opnieuw wist te vinden als het erop aankwam om ons land te redden of veilig in leefbaar te houden. Een groot verschil tussen bovenlaag en de straat. Secularisatie was in de 19e eeuw ook al geen onbekend verschijnsel. Maar die ontwikkelingen werden opgevangen met het ontstaan van extra zuilen, gefundeerd op andere dan christelijke levensbeschouwingen, zoals die van de socialisten en de liberalen, die weliswaar anders in het leven stonden, maar wel degelijk de christelijke taal verstonden en begrepen in die tijd. Maar ondanks die pacificaties bleef het onderling wantrouwen wel bestaan.
Rooms-katholieken werden altijd gewantrouwd om hun banden met de vreemde mogendheid. Socialisten kregen ook een groot wantrouwen van de christelijke partijen wegens hun goddeloosheid en ga zo maar door. Nationale en internationale ontwikkelingen voeden van tijd tot tijd dit wantrouwen. Denk hier maar bij aan de aprilbeweging tegen het voorgenomen herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Ook in deze eeuw zou je zeker kunnen spreken van gestold wantrouwen. Dus dames en heren, het is niet nieuw. Maar in de kern bleef Nederland, ook na de formele gelijkstelling van alle religies in 1798 en tot aan de tweede helft van de 20e eeuw, een christelijke natie met een dominante protestantse klankkleur. Gebaseerd op de trits God, Vaderland en Oranje, bezegeld door het randschrift in de gulden. En met een door Willem I ingestelde staatskerk, de Nederduits hervormde kerk, een van uw voorlopers. Het wantrouwen was dus gestold, maar ook gecontroleerd. Het begon echter weer te stromen en buiten de oevers te treden vanaf de tweede helft van de vorige eeuw. De ontwikkelingen die toen inzetten zorgden voor een wezenlijk andere situatie en een echte trendbreuk met het verleden. En ik onderscheid verschillende relevante ontwikkelingen. Eerst en vooral de versnelling van de individualisering. De gevolgen van deze trend zijn mij naar mijn stellige overtuiging het meest ingrijpend. In alle eeuwen daarvoor was de mens bovenal deel van een groter geheel. Het collectief ging boven het individu. Groepsloyaliteit, solidariteit bepaalde in belangrijke mate hoe mensen in het leven en tegenover elkaar stonden. Dit heeft in een relatief korte tijd plaatsgemaakt voor een wereldbeeld dat het individu centraal stelt. Kerken, bij uitstek toch collectieve organisatievormen, hadden moeite zich daartoe te verhouden. Niet God, maar de mens kwam in het middelpunt van het universum te staan. En steeds meer mensen kwamen tot de slotsom dat ze geen kerk en vaak ook geen God meer nodig hadden voor zingeving in hun leven. Grootschalige secularisering bleef dan ook niet uit. En dat is de tweede ontwikkeling die ik wil noemen. Het zorgde ervoor dat de meeste kerken niet alleen in ledental teruglopen of liepen, maar ook sterk aan zeggingskracht in het maatschappelijk debat hebben ingeboet en soms ook wat worden gemist. Van de normstellende rol die de kerken van oudsher vervulden, die ook van belang was voor de rust, orde en veiligheid in ons land, is niet veel meer overgebleven. Overigens, daar staat Nederland internationaal gezien zeker niet alleen. Het zijn ontwikkelingen die ik ook van mijn rol evenveel zichtbaar zie in andere westerse landen. En het onvermijdelijke gevolg van die individualisering en secularisering is in Nederland ook de ontzuiling. Die ontzuiling is wel een typisch Nederlandse ontwikkeling. Individuen lieten zich niet langer opsluiten in een levensbeschouwing, maar zochten vrijheid, dwarsverbanden buiten of boven de zuilen. En het gevolg van de afbrokkeling van de zuilen was wel dat daarmee ook de traditionele muren en manieren van instandhouding van de sociale cohesie en de manieren van conflictbeslechting minder effectief werden en verdwenen. Daarmee viel ook de dominante spelers in het middenveld weg. Deze spelers, kerken, die in het verleden een prominente rol speelden in het bewaren van die maatschappelijke rust en vrede. Tegelijkertijd kwam er voor die zuilen iets anders terug in de plaats. De moderne netwerksamenleving. De vloeibare samenleving, zoals Castel zegt. En in die vloeibare samenleving bieden prikkels van de markt, van nieuwe technologieën, kansen voor burgers die snel en wendbaar door die nieuwe, geliberaliseerde, vrijgevochten commerciële vijver heen kunnen laveren, voortdurend snel en opnieuw zoekend. Echter, degenen die die prikkels van die markt en die nieuwe technologieën en kansen niet kunnen volgen, die worden of werden naar de rand gedreven of komen zelfs bovendrijven in die samenleving. En dat kan ongezond zijn. Dat gestolde wantrouwen tegenover de overheid maakt dan plaats voor een stilzwijgende of juist ziedende woede voor radeloosheid.
En dat zien we op het ogenblik terug in de nieuwe dreigingen. Van allerlei soorten activisten tot verspreiders van haat over het internet. En dit overigens niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Als u op dit deel meer wilt weten, dan verwijs ik u graag naar een van de belangrijkste publicaties van de NCTV. Te vinden op onze website, het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dat wij 3 keer per jaar uitbrengen om juist deze ontwikkelingen te beschrijven. Het DTN heeft tot doel de belangen te beschrijven van ons samen als samenleving en nu ook als burgers in onze samenleving. Het benoemen van het beschrijven van de dreiging, wat is die dreiging, maar veel belangrijker, wat kunnen we doen aan weerbaarheid. En ik beloof u, daar kom ik aan het einde ook naar u op terug. Onderdeel van dit DTN is de vaststelling van het dreigingsniveau. Op dit moment 4 uit 5. Substantieel. De kans op een aanslag is nog steeds substantieel. De grootste dreiging gaat daar nog steeds bij uit naar het jihadisme. Maar in het DTN hebben we ook meer en meer aandacht voor de ontwikkeling van het rechtsextremisme in Nederland. En zeker ook het antisemitisme. En tot slot vooral de polarisatie en het extremisme. En juist als het om gestold wantrouwen gaat, polarisatie tussen groepen in de samenleving neemt toe. Net als de afstand van deze groepen tot de samenleving en de overheid. En dat is een zorgelijke trend. En misschien is het daarom ook wel begrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich proberen vast te klampen aan de grondbeginselen van zuilen. En daar hun heimat, hun geborgenheid zoeken. En we kunnen er niet omheen dat ook een groep nieuwkomers is die zich juist aan de verzaling vastklampt en er zich op beroept. De moslims in onze gemeenschap en samenleving. Maar zou deze 21ste eeuwse verzuiling nog helpen? Zijn het vluchtheuvels, reddingsboeien of hinderpalen? Om maar woorden uit mijn dagdagelijkse veiligheidsjargon te gebruiken. En die vraag komt op het ogenblik al heel sterk naar voren in de discussie van de vrijheid van onderwijs. De zuil als hinderpaal voor integratie? Of de zuil als vluchtheuvel voor ouders die hun kind bijvoorbeeld niet naar een zwarte school willen laten gaan? Of de zuil als reddingsgroep voor groepen die de onderlinge cohesie willen behouden, zoals moslims, de Joodse gemeenschap, orthodoxe protestanten en ga maar door. De discussie over artikel 23 van de grondwet is daarmee een pars pro toto voor een veel breder maatschappelijk verschijnsel. Dat alle domeinen raakt, maar ook dat van de nationale veiligheid. Namelijk het verlangen van ons, van de samenleving, naar veiligheid en geborgenheid in een wereld op drift. En die drift neemt toe en dat verlangen wordt groter. En ik moet hier aan denken aan de boeken, ik ben toch in uw huis, Verlangen aan het gezag van Christine Brinkgeven en het door uw synode zelf uitgegeven boek van Beatrice de Graaf, Verlangen naar veiligheid. Dit zijn toch de patronen die zich doorzetten. Hoe verhouden dat verlangen naar collectiviteit, eigenheid, jezelf zijn en individualiteit zich tot elkaar in een situatie waarin het wantrouwen tussen groepen en de individuen niet alleen gestold lijkt te zijn, maar eigenlijk met de dag nog verder groeit en aangejaagd wordt door exogene, maar ook endogene vormen. En dan ook nog eens in een samenleving waar we nu zijn, waarin de oude arrangementen van zelfsprekendheden, instrumenten waar sommigen van u en ik mee ben opgegroeid, zijn weggevallen of ernstig geërodeerd. Een samenleving waarin we ook steeds minder diezelfde taal spreken. Waarin we minder lotsverbond kennen en op basis van een gedeeld verleden en waarin werkelijkheden en waarheden vaak ergens tussen het virtuele en het reële zweven, dat op het net en wat echt is. Tja, dames en heren, het is nog geen vrolijk begin tot op dit moment, maar dat hebt u met deze titel ook aan mij gevraagd. En misschien schets ik ook wel een iets te negatief beeld, wat gechargeerd op een tamelijk ontwortelde en in verwarrend verkerende samenleving. Dat zou te sterk aangezet zijn. Immers, het werd al gezegd, net ook door de inleiding van de scriba, qua welvaart hebben we het nog nooit zo goed gehad met elkaar als nu. Maar duidelijk is dat we wel met z'n allen op zoek zijn naar nieuwe handvaten, nieuwe instrumenten, maar ook waarborgen om onze vreedzame en welvarende toekomst te garanderen voor ons en voor ons nageslacht. Maar één ding is daarbij zeker, zo het al ooit zo geweest is,
dan wil ik toch nog even voor de zekerheid benadrukken. Het heil zal niet van de overheid kunnen komen, dan wel slechts in beperkte mate. Het is vooral aan de inwoners van ons land zelf, of ze nu individualisten puur zang zijn, of liever in het collectief opgaan, om kloven te dichten, bruggen te slaan en wantrouwen weg te nemen. Het is daarom anno 2019 goed dat er instanties en instituties buiten de overheid zijn die vertrouwen, eenheid en harmonie willen bevorderen. Instanties zoals de uwe, kerken, eeuwenoude kerken, geloofsgemeenschappen, voor wie de Societas Christiana geen ver verleden is, maar nog steeds een ideaal. Maar ik denk hier ook bij aan hele nieuwe gemeenschappen. In bijvoorbeeld de Bijlmer, allerlei gemeentes die daar opstaan en oprijzen. Ook aan islamitische overlegorganen, buurtinitiatieven, wijkverenigingen, sportverenigingen. Juist organisaties die eenheid en solidariteit kleinschalig in hun wijk of stad stimuleren. En de vraag die ik daarbij vandaag indringend aan u wil voorleggen, vanuit mijn rol als overtuigd protestant en christen, luidt als volgt. Wat kunt u, wat kunnen wij bijdragen aan de opbouw van vertrouwen in een wereld van gestold wantrouwen en afbrokkelend vertrouwen in de medemens? Het is al gezegd, protestanten hebben traditioneel meer vertrouwen in de samenleving, meer vertrouwen in de kerken. Zo bleek uit het onderzoek eerder genoemd van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar hebben zij ook meer vertrouwen in de overheid? Buiten de grenzen kijkend, we weten van het enorme wantrouwen dat er in de VS heerst onder de evangelicale christenen ten aanzien van de overheid. Maar dan weer niet jegens Trump, opvallend genoeg. We weten van ook theocratische ambities, ook nog in Nederland. Maar misschien is dit niet het vraagstuk, maar is de grootste bedrijving van, uit en binnen christenen in Nederland. En dat is wel deze. Zijn christenen ook niet te veel geseculariseerd soms? In een verlangen naar macht, om met Herman Paul de slag om het hart te spreken. Zijn christenen niet te veel hun vertrouwen op macht van partijen en overheden gaan vestigen als het gaat om het creëren van een veilige samenleving? Het eruit vissen van terroristen, het tegenhouden van vluchtelingen en het beschermen van het eigen volk, vooral wegzetten. En misschien is het niet zo slecht, ja, ik ben toch maar een beetje bezig nog steeds rondom die hervormingsdag, om net als onze voordenker Augustinus, ik ga nog veel verder terug, die zowel als katholieken als protestanten moet aanspreken, als kerk een beetje afstand te behouden juist van die politieke macht en die macht. Hoezo zal Rome niet vallen, hield Augustinus zijn volgelingen voor. Maar tot die tijd steunde hij wel de Romeinse overheid, hoor. Maar hij stelde wel de vraag. Goed, het is niet de taak van kerken om op de stoel van de macht te gaan zitten. Nog is het de taak van de overheid om de kerken het woord voor te schrijven. Maar we zullen wel een beetje vertrouwen moeten hebben in elkaars competenties en rol. En we zullen ook onze eigen angsten moeten overwinnen. Een taal moeten spreken die wordt verstaan, ook in deze tijd, waar mensen die niet in de geloofstraditie staan, laat staan in de onze. En dat valt niet mee, want in deze toenemende tijd van religieus analfabetisme neemt dat toe. We zullen, als we daadwerkelijk iets voor elkaar willen krijgen, niet alleen moeten zenden, ook al zit dat wel erg in ons bloed, maar vooral moeten luisteren. In de spiegel moeten kijken en de zekerheden om ons heen en van onszelf ter discussie moeten stellen. Dat is een goede start. Wat we bij uitstek niet moeten doen, is mensen buiten zetten en uitsluiten. Zoals dat op de synode in Dordrecht wel werd gedaan 4 eeuwen geleden. Remonstrantse leiders werden het land uitgezet. Hun kudde raakte dak- en herdeloos. Katholieken en andere niet-calvinistische gezinten mochten officieel geen kerkdiensten houden, behalve als ze justitie steekpenningen betaalden, koopman, om verschoond te blijven van vervolging. Ik zei het al, ook hier won de koopman het weer van de dominee. Maar naar nu, als we om humanitaire en zelfs ook nu weer om economische redenen geen mensen uitsluiten, hoe gaan we dan om als christenen, of mensen uitsluiten, hoe gaan we dan om als christenen om met de grote tegenstellingen en spanningen die vandaag de dag onze samenleving sparten spelen en het ergste geval onze veiligheid bedreigen? En ik zal u vertellen wat mij het meest aanspreekt.
als het gaat om de rol die de protestanten in deze moderne tijd zouden moeten pakken. Het beeld van de Gideonsbende, u allen wel vertrouwd. Een voorhoede, niet zomaar een voorhoede, van positief ingestelde burgers die, ook als ze omringd zijn door een zee van negativiteit, argwaan, wantrouwen, onverdroten voortgaan in het optimistisch streven naar een maatschappelijke harmonie. Dat zou onze rol moeten zijn. Voortgaan met als kerndoel behoud van eenheid in verscheidenheid. Iets waar we, zoals eerder gezegd, in ons land altijd in geslaagd zijn geweest. En waarvoor het vechten nog steeds meer dan waard is. Dat eigen kerkelijk geluid van geloof, hoop en liefde mag en moet de kerken dan ook meer volop laten horen. Niet binnen die kerkmuren, maar juist daarbuiten, binnen die gemeenschap. Een kerkelijk geluid dat meer spreekt in daden in lokale gemeenschap dan uitsluitend in het woord. Maar indien nodig, ook een helder geluid met betrekking tot de norm. Dat maatschappelijk geluid van de norm mag gehoord worden en moet gehoord worden. Het narratief, de boodschap vanuit het evangelie, dat verbindt, maar juist ook stelling neemt tegenover polarisatie en uitsluiten. Want juist dit evangelie verbindt als christenen. Wat zou het mooi zijn als christenen in de breedte, protestant, evangelisch, katholiek, in de hele breedte, zichtbaar in wijken, dorpen, steden, een tegengeluid blijven geven tegen polarisatie. Inspringen met daden waarin uitsluiting speelt. Zo zijn kerken ook ooit in Nederland ontstaan. Een woest landschap met batavieren, met heel veel onveiligheid. Veilige plaatsen ontstonden kerken waar mensen konden schuilen, geborgenheid vonden rondom de kerk en de muur en de steden en de dorpen groeiden zo. Juist vanuit dit principe probeer ik ook zelf maar in het leven te staan. Als echtgenoot, vader, lid van de CGK in Zwolle, maar ook in mijn ambtelijk leven in de opvolgende functies bij de politie en ook nu weer in mijn hoedanigheid als nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. En dat alles in toch die samengevatte Bijbelse opdracht. Heb God lief met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Maar twee, daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Een opdracht die ons niet aanzet tot alleen woorden, maar vooral tot daden in een samenleving die juist dat positief geluid nodig heeft. Ik dank u wel. Thank you.
Dankjewel, Jan Borger. Meneer Amersbergen, wilt u bij mij komen staan? Geef zo de zaal het woord. Maar even een vraag om mee af te trappen. U geeft de kerk een grote rol. Ook al dan wel als Gideons bende, maar toch. Een niet onbelangrijke rol. En tegelijkertijd is de kerk natuurlijk niet zo groot meer in onze samenleving. Dus hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar, wat u betreft? Dat is een interessante vraag. Want ja, we komen uit de traditie van grote kerken met macht, spelend om de macht. Maar dat was die Gideonsbende juist niet. Nee. Dat was ook klein. En ik denk dat het hier niet gaat om een rol vanuit macht en positie krijgen. Maar het gaat juist, wat willen we vanuit onze identiteit, ons evangelie zijn in de samenleving. En dan gaat het niet om het hele grote en het brede om de macht. Maar juist een kerk, de Gideonsbende in deze samenleving op drift. Met een heel andere rol en positie en vertegenwoordiging. Toch een beweging in de kleine gemeenschappen. En een geluid over het noorden. Dus het gaat niet om dat grote. Nee. Het gaat juist om die Gideonsbende. Maar geeft u eens een voorbeeld van dat kleine. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Denk in plaatsen waar op het ogenblik polarisatie hoog oploopt. Waar het om in- en uitsluiting gaat. Ik denk dat kerken het juist kunnen verbinden. En dat hebben we in het verleden ook gezien. In delen van vluchtelingenvraagstuk. Waar juist gemeentes waren, waar kerken actief waren. Waar geen spanning was. Maar het geldt ook op het ogenblik waar die polarisatie hard gaat in dorpen, ook in geluid en taal, om een norm te stellen wat je met elkaar niet wil in de samenleving. Dus het gaat om praktisch in je dorp, in je gemeente met elkaar. Maar dan kijk ik ook weer even naar dat grote verband, naar de kerk als de protestantse kerk. Het geluid wat we niet willen in de samenleving om polarisatie. Lokaal en ook met elkaar. Ja. Nou zit toevallig, nou nee, helemaal niet toevallig, de scriba van de protestantse kerk Nederland op de eerste rij. Is er even een microfoon voor René de Reuver, want ik ben wel benieuwd naar hoe René de Reuver daartegen aankijkt, naar die rol van de kerk. Wat u zegt spreekt mij wel heel erg aan. Wat mij zelf altijd zeer inspireert is de brieven in het Nieuwe Testament. Dat waren maar hele kleine gemeenschappen. Veel kleiner dan doorgaans protestantse gemeenten. Maar wat een geweldig perspectief die hadden. En ook wat een bijzonderheid hoe men over te boek stond. In die, ook een samenleving, nou op drift weet ik niet of je dat zo moet zeggen. Die klassieke samenleving, maar toch ook waarvan alles gebeurde. En volle polarisatie was. Dat men zei, daar gebeuren bijzondere dingen. Omdat mensen die eigenlijk helemaal niet bij elkaar kunnen passen. Met elkaar wel samen eten, bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat voor ons in onze tijd heel inspirerend. En ik hoor u eigenlijk in die lijn ook spreken. Dus spreek me erg aan. Tegelijkertijd merk ik wel dat veel kerken, en jezelf kan ook, ikzelf kan ook in die stand schieten, zal ik maar zeggen, in een soort stand kunnen zitten. Een soort heimweekstand. Waren we nog maar zoals toen? En dat zou mijn vraag wel aan u zijn. Help ons eens daaruit. Ik heb maar proberen aan te geven dat historisch wantrouwen altijd geweest is. En het beeld van het is nu veel erger dan vroeger moet je soms wat ontkrachten. En in het verleden hebben kerken zelfs een enorme rol gehad in spanning en wantrouwen. Het is wel zo dat vanuit groot en alles hetzelfde voelt dat veiliger dan klein in een omgeving. En ik vind het ook wel mooi dat u zelf ook die vergelijking maakt met die kleine christelijke gemeentes. Die onder hele ingewikkelde tegenstrijd toch maar één ding zeker weten. We doen in het klein in de belofte van het groot. En misschien zijn we dat wel een beetje vergeten. Dat wij in deze economie, wij willen het vandaag goed hebben en morgen de progressie zien en beter. Maar de kern van ons is toch dat wij leven in het vertrouwen en in een grote belofte. En soms die belofte wat centraler durven zetten in je dagelijks geluk, ook al zie je het niet, zou zeker helpen. En niet als een bedrijf groeien en groter worden en dit als een doel op zich zijn. Ons doel ligt in de belofte. Dat weten. En we zitten nu in gemeenschap ook weer in een andere tijd. En ik ben overtuigd dat in het kleine doen is veel groter feest dan in het hele grote
in de machtspartij meespelen. Dat is weer nieuw wennen, want dat zijn we inderdaad niet zo gewend vanuit grote zuilen en een groot belang. Dat het nu om het klein gaat en wat zijn we samen doen. En daar kunnen we ook van betekenis zijn. Maar dan moet je dat van betekenis ook in het klein weer leren waarderen. Goed. U in de zaal heeft vast vragen, opmerkingen. Nou ja, eigenlijk liever gewoon vragen. Steek uw hand op en dan komt er een microfoon naar u toe. Wie trapt eraf? Kijk. Van beide kanten komt nu zelfs een microfoon. Dat is helemaal mooi. Gaat u even staan? Ja. Nee, u mag de microfoon niet vasthouden. Die houdt iemand anders. Ja. Mijn naam is Leo Kofferman. Ik begrijp uit uw verhaal, en mijn dank daarvoor allereerst, dat u een heel duidelijke rol ziet voor kleine geloofsgemeenschappen ter plaatse, zogezegd. Ik zou ook even willen kijken naar de rol van kerken zoals de Protestantse Kerk in Nederland, of ook de Raad van Kerken in Nederland. Vanuit uw professionele ervaring van de laatste jaren, zijn er nou momenten geweest dat u gedacht hebt, nu zou ik iets hebben willen horen van de kant van de kerken nationaal? Bij deze nationale gebeurtenis zou ik willen dat de kerken dit of dat zo ongeveer zouden zeggen. Kunt u dat heel concreet maken? Ik ga dat proberen en dan zie ik ook niet alles. Dus er zijn ongetwijfeld wel dingetjes gebeurd. Maar waar het om gaat in deze tijd van polariseren, zoek je niet alleen een geluid van de overheid, maar zoek je juist het geluid vanuit het midden, die een norm stelt. En of dat nu is in soms toch, of het naar het antisemitisme gaat, of het gaat in toch een andere geloofsgemeenschap, de islam, die het niet altijd makkelijk heeft en in een moeilijke, kunnen ook heel veel zeggen, ook in een moeilijke dreiging zit, of in andere, dan hebben we grote herdenkingen. En soms zijn de kerken daar wel, maar vaak ook niet dominant aanwezig. En ik weet dat ik nu een aantal goede voorbeelden overslaan waar het wel geweest is, maar juist dat geluid van hoe de samenleving zich verspreidt, het stevig geluid waar we voor staan in het midden, dat wordt niet altijd graag gehoord. En dat zal niet altijd graag geluid worden, maar dat, die boodschap hoort er in het groot en in daden in het klein. Dat hoort wel bij elkaar, want alleen praten gaat niet, dan moet je het ook laten zien. En dat zijn verschillende. De vraag was naar een concreet voorbeeld. Ja, ik ga daar nu naartoe. Ja, oké, dat prima. Ja. En dat zijn de verschillende. En dan pak maar aan mijn vak. Als er varkenshoofden voor een moskee worden opgehangen, dan zou je eigenlijk als gelovige van welke denominatie ook daar iets van moeten vinden. En niet ook een beetje angstig naar moeten kijken wat mee moeten doen. Als er geweld is tegen vormen van geaardheid of dat, dan moet je daar ook staan en stelling nemen. En dat zijn verschillende keren in onze samenleving geweest waar soms wel een lokale gemeenschap is, maar soms de bovenlaag van de systemen, van de kerken, nou niet heel helder duidelijk was met een norm. En zo zijn er, denk ik, als je zelf ook doorloopt, zijn er verschillende voorbeelden te noemen. En ik nam wel dat of dat, waar steeds het zoeken is. Gelukkig is de lokale gemeenschap soms nog wel in beweging te brengen, maar het geluid van het midden, het geluid van protestants Nederland, zou best daar wat harder mogen klinken. En dat wordt niet gewaardeerd, maar het hoort wel er te zijn. Oké. Die knopen wij in onze oren. De volgende vraag. Mijn naam is Gerrit Dieleman. Ik zou de volgende vraag willen stellen. We hebben te maken met een overheid waarvan het gestolde wantrouwen soms wel de mantra lijkt te zijn. Ik noem twee recente voorbeelden. Het onderzoek naar Syrië, waarbij burgers die van niets weten, 63.000 burgers worden onderzocht en uiteindelijk blijken er 42 burgers mogelijk frauduleus te hebben gehandeld. Het tweede voorbeeld is de situatie met de mensen die een toeslag niet hebben gekregen ten onrechte, waarbij de belastingdiensten eindeloos blijkt achtervolgen en ze in vreselijke problemen brengt. Dan is mijn vraag, hoe moeten wij onze verhouden tot een overheid die zijn burgers op deze manier behandelt? Nou, dat is een klein vraagje. En u heeft 5 minuten. Bijna weer een nieuwe speech is dat. Ja. Eén, ik denk dat we moeten zien dat we in onze samenleving, in de democratie met overheid, op een aantal grote vlakken zitten. We hebben de afgelopen decennia heel veel taken naar de overheid toegeschoven. En de overheid heeft steeds meer moeite om die taken allemaal te handhaven.
En in die spanningsveld dat alles bij die overheid ligt en ik chargeer wat. En dat handhaven van die overheid heeft die overheid steeds meer moeite om niet in systemen te denken, maar weer in het belang van de burger. Ik denk dat dat de grote vraag hierachter is. Dat we op het ogenblik zien dat een aantal dingen niet zo goed werken. En dan is het helaas, welke crisis gaat ons daarin helpen? Dus ik ga mee met uw stelling dat ook het wantrouwen in de overheid is. En dat is gevaarlijk vanuit mijn vak. Want als het wantrouwen in de overheid toeneemt, dan neemt de bron voor terrorisme en extremisme toe. En dat brengt nog meer problemen in de samenleving. Dus ja, die overheid moet steeds in deze spanningsveld waar het individu steeds meer vraagt van de overheid, niet vanuit het collectief, maar het ene individu wil dat van de overheid en de andere wil dat. En de ene wil absoluut geen enkele uitkering te veel. En de andere wil de uitkering hebben. Dat mechanisme is nog niet opgelost. Dus ik ben hier wat niet somberder in, maar wel realistisch, dat we in een soort klem zitten waar een grotere verandering voor nodig is als alleen wat aanpassingen. Dus ja, ik heb geen antwoord voor u gelijk in één keer. Ik zie wel het fenomeen, ook in ons land om ons heen. En ik ben overtuigd dat een keer dat gaat keren. Maar dat heeft ook te maken van wat we in ons land georganiseerd hebben, dat we bijna alles bij die overheid hebben weggelegd. En dat die samenleving zelf het eigenlijk niet meer opvangt en doet. En opvoeding, zorg, onderwijs, alles en veiligheid van die overheid verlangt. Die dat eigenlijk niet meer weet te organiseren, omdat die afstand groter wordt. Dus ik heb uw vraag groter gemaakt, geen oplossing gegeven. Maar het zit wat hoger dan, denk ik, alleen die twee vragen die u stelt. Dit is het vraagstuk waar we in zitten. En ook daarin kunnen gemeenschappen, kerken weer wat zijn. In mijn vorige rol als hoofdcommissaris in Amsterdam was veiligheid niet mijn grootste issue, maar eenzaamheid. 18% van alle Amsterdammers in Amsterdam voelt zich ernstig eenzaam. En dat is een veel groter verschijnsel waardoor wantrouwen, onveiligheid groeit en floreert. Om dan weer heel concreet te maken, ik zie al heel veel groei in Amsterdam, maar collectief eenzaamheid oppakken en echt te zeggen, wij adopteren als kerken alleen maar eenzamen en hoe moeilijk dat ook is. Want geloof gaat tegenwoordig meer door de agenda dan door de portemonnee in deze welvaartstijd. Wij nemen ons dat op zich, van oud tot jong. Dat gaat ook verandering brengen in een samenleving die dingen zelf doet en een overheid die weer haar taak kan doen. En dan komt ook het vertrouwen weer terug. Ja. U zei net, het tij wordt wel een keer gekeerd. Wat is een punt waarop dat gaat gebeuren? Als ik dat wist, stond ik hier niet, maar dan begon ik een bedrijf. Ja. Ja, oké. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat, en dan ga ik maar een persoonlijke bespiegeling geven. Ja, in de veranderingen van een conjunctuur, in een hoogconjunctuur, hebben we al in de hele geschiedenis, door alle eeuwen heen, altijd gezien dat op een gegeven moment het vastloopt en dat er een reset nodig is. Vroeger was dat een oorlog. Ja. Dat hoeft misschien nu niet meer. Dat kan wat anders zijn. Maar zo'n reset gaat een keer komen. En ik weet niet wanneer. Nee. En ik vind dat we ook daar niet op moeten gaan zitten wachten. En dat komt maar. Maar zoveel mogelijk, al delete, en zoveel mogelijk ons best doen om dat juist toch te voorkomen en beter te regelen. Ja. Met elkaar en ook als protestant. De volgende vraag. Achterin. Ja, ik zie de handen. Er is op internet is er heel veel negativiteit. Tegen wantrouwen, tegen pers, tegen overheid. Wat soms zelfs leidt tot aanslagen, zoals in Nieuw-Zeeland. Hoe houden we er zicht op en wat kunnen we er persoonlijk aan doen? Hoe kunnen we het vertrouwen terugbrengen bij mensen? Ook dat is een hele grote vraag. Hoe houden we daar zicht op? Ja, dat moet u een beetje aan mij en de inlichting en de veiligheidsdienst vragen. We doen daartoe heel goed ons best. En tot nu toe in Nederland, met een paar hele erge aanslagen, twee, lukt ons het nog redelijk. Dat mag u wel weer van die overheid vertrouwen. Ik denk wel, het internet is natuurlijk ook een nieuwe wereld. Dat houdt niet meer bij grenzen op. En dat is een uitdaging. Wij zijn met elkaar, er zitten toch heel wat leeftijdsgenoten van mij in deze zaal, opgegroeid in een tijd dat ruimte en territorialiteit bepalend was. Internet heeft geen grenzen meer. Dus dit is een nieuw verschijnsel dat dit soort taal dwars door alle grenzen heen gaat. Wat je kunt veranderen is je eigen geluid in je eigen omgeving. Dat het niet gewoon is in je omgeving. Dat het niet gewoon is wat ik weer hoor in scholen in sommige delen van het land. Dat antisemitistische grappen moeten kunnen. Dat je dat ook laat zien dat je dat anders doet. Dus ja, dat radicaliseren op internet, daar hebt u ons voor. Dat toch die taal blijft wat er is.
wij kunnen zorgen in onze omgeving voor toch een ander geluid. Een ander narratief, zoals dat dan heel netjes heeft. En als dat er niet meer is, dan houdt het midden op. En dan hebben we alleen nog maar twee polen van polarisatie in Nederland. En ik denk juist het midden, en dat is niet alleen, hè, dit is niet exclusief iets voor protestanten. Dat is ook iets voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke. Wij moeten dat midden meer vasthouden met dat geluid. Dat geeft de beste beveiliging en bewapening tegen de wilde geluiden in alle hoeken van internet. Ja. Nou is het zo dat dat midden steeds kleiner wordt. Zie je ook in de politiek. Is er een soort kritisch moment waarop het midden te klein wordt? Nou, eerst, er zit een veronderstelling in. Ja, ja, dat de politiek gevangen zit in de keuzes van naar de polen gaan. Ik weet nog niet of dat zo is, of dat midden echt kleiner is. Nee? Wij horen de kanten veel meer. Ja. Dat ben ik wel met u eens. Mm-hmm. Maar ik denk, als we diep in de samenleving kijken, is dat midden nog steeds heel groot. Dus A, dat denk ik niet. Is er een kantelingsproces? Ik hoop, ja, dat is er, want dan heb je een burgeroorlog. En ik hoop niet dat we daar ooit komen. En dat geloof ik ook niet. Nee. Nee, dat midden is juist belangrijk. En vanuit mijn rol moeten we dat midden activeren. Dat is niet alleen hier. Want ik doe diezelfde discussie in de islamitische gemeenschap. Hm. Waar ik ook een middengeluid wil hebben. Wat positie neemt, afstand neemt van radicalisme. En daarin is. Dus daar bent u niet uniek in. Ook vanuit mijn rol doe ik dat in andere gemeenschappen. Ja. Dat midden met de norm die daar is, hebben we snoeihard nodig om het midden vast te houden. Ja. En de protestantse kerk Nederland is een belangrijk deel van dat midden, zegt u. Ja, ik mag het nog, daar reken ik het nog wel toe, gelukkig. Ja. En ik hoop dat ik daar vanavond nog niet teleurgesteld word. Ik kan een hand vragen. Nee, er zitten hier hele keurige mensen van het midden. En dat is meer, hè, dus ik bedoel dat ook breder. Dat is ook de enorme evangelische gemeente, de nieuwe gemeentes in Amsterdam. Ook daarin moeten we echt wel ook over die grenzen heen kijken. Mm-hmm. Wij als christenen delen wel één evangelie, ook al denken we soms wat verschillend. Nee. Vaak zijn het meer de kopstukken die de maken dan de vraagstukken. Maar goed, samen zijn we veel sterker in gemeentes. Doe je dat alleen, maar zoek nou ook daar anderen in je stad in. Dan doorbreek je ook wat die muren. Ja. Weer een taak voor ons. De volgende vraag. Wouter Bakker, dank voor uw lezing. Ik luister Radio 1 vandaag onderweg naar Arnhem. En het nieuws was over defensie. Dat onderzoekt het inzetten van nepnieuws. Ik ben erg benieuwd eigenlijk of u daarop zou willen reageren. En of dat ook wat dat betekent inderdaad ook voor het eerder genoemde vertrouwen in de overheid. Ook dit is geen kleine vraag. U heeft wel grote vragen meegenomen, hoor. Ja, maar het zijn allemaal heel erg nadenkende mensen, deze protestanten. Ja, maar dat staat wel heel erg af van de titel. Maar ik ga wel een antwoord geven. Ja. We zitten in een aantal grote vraagstukken. Heel luxe in taal heet dat paradigma shifts. Dat heeft iets te maken met territorialiteit. Een land is niet meer een land. Dat kun je niet meer beschermen als een deel. Maar de andere grote is dat wanneer is informatie waar? Vroeger was dat helder. Als de dominee zei, was het zo. Als de notaris zei, was het zo. En de burgemeester, dat waren gestolde waarheden. En in dat opdrift is eigenlijk, wat is nog waar, is een steeds moeilijkere vraag. Vandaar dat ik als NCTV, in een van mijn taken, dat heet statelijke dreigingen, rondom verkiezingen ontzettend bezig ben, is daar nou beïnvloeding met dat? Niet als nieuw nepnieuws, maar te kijken, waar gebeurt dat? En dat doen we samen met andere landen, om steeds meer bezig te zijn, wat is waar? Zelf nepnieuws gaan maken lijkt mij een ingewikkeld en gevoelig vraagstuk. Als defensie dat bedenkt in oorlogssituaties, dan zitten we in een andere tijd, is wat anders, maar zo zit onze samenleving niet in elkaar. De Nederlandse overheid maakt geen nepnieuws. En het moet juist zorgen dat we die wat is waar betrouwbaarheid kunnen doen. Maar ik ben steeds hier spiegelend, dat is ook bij u. Want het midden heeft een steeds grotere rol in ook nog accepteren wat waar is. En dat is moeilijk, want ook u bent steeds meer individuen dan een collectief samen. Maar de spanningsveld in een samenleving, wat is waar en wat is niet waar, is wel een grote uitdaging. En als je dat samen met elkaar toch een keer kunt zeggen, nou, dit nemen wij als waar, in mijn omgeving, helpt dat wel weer dat midden. En u zegt dus, defensie, begin daar niet aan. Nee, dat zeg ik niet. Ik snap, defensie is een organisatie die moet nadenken en moet oefenen als we in de moeilijkste situatie van het land zitten, in een oorlog. Ja, een oorlog. Dat is hun taak en dat ze daarover nadenken lijkt me heel verstandig, maar gelukkig is het geen oorlog. Nee, en in een niet-oorlogssituatie is dat niet wenselijk.
wij kennen in ons hele systeem van in ons land geen enkele mogelijkheid en bevoegdheid om als overheid nepnieuws te maken. Nee. En daar worden we gelukkig heel op gecontroleerd door parlement, door rechters en et cetera. Die checks en balances, zo heet dat, hè, de balans, zitten gelukkig goed in elkaar. Ja. Dus daarin is dat artikel misschien ook wat uit context gehaald. Oké. Okay. En in dit geval zullen de overheid dan maar vertrouwen? Ja, ik hoop dat u mij als NCTV vertrouwt. Ja, dat daarop houden, want de overheid is heel groot. En nou ja, u dat dan. Is een spanningsveld. Zo'n grote overheid maakt heel veel fouten. Maar het is niet alleen de overheid. Het is ook de Kamer, het controleorgaan, het is de rechter. Hè. Doe nooit ineen. We hebben een land gecreëerd met elkaar. Wat die verschillende patronen heeft, die ze in elkaar moeten versterken. Die transparant moeten blijven. Mm-hmm. Daar zijn we op gebouwd in democratie. En daar is het midden ook een belangrijke partij in. Kom ik weer met het midden. Daar komt het midden weer om de hoek. Steeds op terug. Ik denk dat het midden nog wel een paar keer zal spreken. Een volgende vraag. Ja, daar wordt gezwaaid. Gaat u even staan en stel uw vraag. Mijn naam is Egbert Fokkema. Ik ben vandaag ontzettend geschrokken van de mededeling dat een Joods gezin jarenlang getreiterd is in Hippolytushoef. U had het vanavond over de kleine Gideonsbende, al over de dorpsgemeenschap of over de protestantse kerk. Die, of christenen die daarin een taak zouden moeten hebben. Hoe moet ik daarmee omgaan dan in een klein dorp dat dit jarenlang kan gebeuren? En ik besef dat dat niet makkelijk is, maar je zou daar als kerkgemeenschap, maar ook als christenen, iets aan moeten doen. Maar het heeft mij ontzettend geschokt. Het is een heel concreet voorbeeld wat ons raakt en waarvan, hoe kan dit jaren gebeuren? Terwijl je toch als kerk daar best en als christenen iets van zou willen zeggen. Ja, het is altijd moeilijk om in één casus in te gaan, want ik weet ook niet precies die omstandigheden. Dus ik gebruik het maar als voorbeeld. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld waar je, ook al heb je het niet geweten, soms weet je dat niet, maar als het gebeurt, je kunt zijn als gemeente om te zeggen wat je ervan vindt en iets te kunnen bieden in de oplossing, hoe moeilijk dat ook is. En we zitten wel in een land dat we heel snel dan weer naar de overheid kijken, die moet maar herhuisvesting zoeken, het probleem gaan doen. Maar wat doe je nu zelf als gemeenschap? Ik heb niet voor niks het woord Gideonsbende gebruikt, want dat is niet makkelijk. Het is tegen de stroom in. Mensen gaan er wat van vinden. Waar bemoei je je mee? Maar toch zijn dit de voorbeelden, denk ik, als je het niet geweten hebt, wat kun je daarna aan doen? Om toch weer heling, hè, dat is ook een van onze opdrachten, om weer heling terug te brengen. Het weer te repareren, te zorgen dat het bij elkaar komt. Dan wel opvang te regelen. En te zeggen dat dit een norm is wat je samen in je dorp niet wil. En ik denk dat dit veel meer die voorbeelden zijn waar ik soms vanuit mijn rol het hele midden, niet u alleen als protestanten, maar ook andere groepen in het midden, wel eens wat meer zichtbaar zou willen zien. Omdat wat u net zegt, dit heb ik niet geweten, als ik dat geweten en dit wil ik nu gaan doen. Maar dat moet je samen doen, niet als een individu. Dus wat dat betreft is dat wel een heel mooi voorbeeld wat hierin speelt. Waar vaak, dat zeg ik dan maar even uit mijn verzuchting, alleen maar naar de overheid wordt gekeken. Maar het is ook iets van ons als burgers in de gemeenschap. Een laatste vraag, een laatste reactie. Mijn naam is Laura Seybrand. Ik vroeg me af in hoeverre u het wantrouwen een soort van onbedoelde consequenties ziet van het veiligheidsbeleid dat wij voeren. Want bijvoorbeeld ik zag net op Wikipedia, in de jaren 80 waren er ongeveer gemiddeld 2 doden per jaar van terroristische aanslagen. Terwijl wij nu sinds Theo van Gogh geen doden meer hebben gehad. En nu zegt ze zelf ook, we zitten nog steeds op niveau 4. Dus de ene vraag is, in hoeverre creëert de overheid zelf zeg maar, het wantrouwen? En ten tweede, als wij die veiligheidsdingen nodig hebben, hoe ondervang je dat dan? Ook alweer geen kleine vraag. Hè? Eigenlijk als je de samenleving wil beschermen en je zegt dat, creëer je ook angst. Dat zijn 2 zaken die bij elkaar horen. Hè? Dus zeggen het is onveilig, creëert angst. En toch moet je het doen omdat je mensen wil voorbereiden en niet naïef wil laten zijn in de samenleving. Dat is een voortdurende gewetensvraag van mij. Hoe zwaar breng je dat naar buiten? Je wil mensen toch vertellen, het is risicovol. Het is echt substantieel kans op een aanslag. En dat betekent dat we heel veel gedaan hebben. Je wil mensen niet sussen in slaap als het niet is. En toch per keer, dus elke 3 maanden, moet ik weer beslissen en kijken, wil ik die boodschap nog doen? En hoe zet ik hem niet te groot weg? En eigenlijk is er voor jouw vraag niet een eenduidig antwoord. Het is het besef wat jij zegt, wat ik mij moet beseffen. Je wil veiligheid genereren.
Maar zeg je dat te hard, is ook angst. Overigens is natuurlijk het grote verschil met vroeger, is dat alle wereldonveiligheid binnen 2 seconden op onze telefoon staat. Gebeurt er wat in Christchurch, 50 jaar geleden duurde dat 3 dagen voor het bij ons in de kranten stond. 100 jaar geleden duurde dat 1 week. En nu weet jij het misschien als burger sneller dan ik als functionaris. Dan zal er niet zo heel veel verschil tussen zitten. Dus het is niet alleen die overheid, het is ook de snelheid van het nieuws. Dus de boodschap van angst niet leidend laten zijn, ik ga liever naar angst dan naar wantrouwen, hè, want dit is echt angst, blijft ook iets. En dan kom ik weer terug, ook, mag ik hier zeggen als mede-christen met u, de boodschap van geloof, hoop en liefde is het enige antwoord op angst en wantrouwen. En dat wordt misschien niet graag gehoord, maar toch kun je in jezelf zijn, vanuit jezelf beïnvloeden. En als er maar 1 iemand in je omgeving daarin positief geraakt wordt, dan moeten we niet denken, ja, het heeft geen effect. Maar is dat al een gigantisch effect, 1 mens daarop beïnvloeden? Dus ja, je stelt een vraag aan mij, wat in mijn voortdurende gewetensvraag en mijn functie is. Hoe bescherm ik, hoe communiceer ik, maar maak ik ook geen meer angst? Maar 2, geloof, hoop en liefde in ons eigen leven als mens, als christenindividu, in een kleine omgeving, haalt toch dat schermpje een stukje naar beneden. Dank u wel. Annemarie Koopman neemt ons mee in een andere wereld. Nou, hallo allemaal, hallo. Mijn naam is, ja, ik weet niet of iedereen me herkent, mijn naam is Akke. En ik galm heel erg. Ik hoor mezelf helemaal dubbel. Nou, even mijn speakbrief hoor, wat kom ik hier doen? Ja, ik ben gevraagd om hier te spreken als burger van de moderne netwerksamenleving. Helemaal mond vol. Dat u ook even een beeld heeft van wat meneer Aalberg net zei. Van, nou, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hè? Even getwijfeld, ga ik dat doen? Al die mensen die ik niet ken en dan in de gevangenis. Misschien sluiten ze me al op. Ik heb altijd een beetje slecht geweten dan. Ook als de politie achter me aankomt, hoe heb ik dat gedaan? Maar uiteindelijk hadden ze ook wel een financiële vergoeding die best aantrekkelijk was. En toen zei ik, nou prima, ik kom. Hoe zit het een beetje? Nou, 2 jaar geleden zat ik echt helemaal aan de grond. Ja. De vloeibare samenleving waar meneer Aalberg het over had, dat kan ik heel goed beschrijven. Ik heb aan de keukentafel, in de keuken hebben wij een ronde tafel dan. Hè? En ik neem altijd bij de lunch 2 glazen karnemelk vanwege de botontkalking ook. En in mijn enthousiasme gooi ik ook nog wel eens zo'n beker om. Hè? En dan, we hebben een kuiltje in de tafel. Dus er blijft altijd een beetje karnemelk in het kuiltje. Maar er is ook dan een klein gootje. Dat gaat eigenlijk helemaal naar de rand en dan druipt dan hier naar beneden. En daar lag ik eigenlijk. Ja, de vloeibare samenleving, daar lag ik. Ik lag in scheiding en ik had schulden en ik kreeg allemaal post van de overheid waar ik niks van snapte. Nou, bleek achteraf aanmaningen te zijn, maar die ambtenaren die, niks tegen u hoor, maar... die konden dat niet helder beschrijven. Ik zat gewoon aan de rand. Ik had helemaal geen liefde meer in mijn systeem ook. Nee, heel veel haat. Ik ben naar heel veel actiegroepen ook gegaan destijds. Wegblokkades heb ik gedaan. Moest ik vandaag nog voor even terugkomen ergens. Wegblokkades, Zwarte Piet. Ik weet nu oprecht eigenlijk niet meer of ik nou voor of tegen was. Maar ik kon heel goed mijn woede in kwijt in ieder geval. Op een gegeven moment moest ik ook mijn huis uit en had ik eigenlijk alleen nog mijn auto. Toen ben ik in een boze bui in mijn auto gestapt, tegen een hinderpaal aangereden en toen zo over een vluchtheuvel in mijn reddingsboei. Ja, het was Ibrahim van de Wegenwacht. Ja, maar mijn auto stond in brand, maar mijn hart ook. Ja.
in vuur en vlam. En het klikte meteen heel goed tussen Ibrahim en mij. En toen ben ik ook meteen moslim geworden. Ja. Want dat heeft me heel erg goed gedaan, kan ik zeggen. Gewoon die duidelijkheid weer, die structuur in mijn leven. Ik ben gewoon een heel positief mens. Dus ja, je ziet het ook. Ik denk zo positief dat u er nog wel wat van zou kunnen leren ook. He, want u heeft het dan over, vond ik heel terecht hoor, dat iemand dat hier zei, terrorismebestrijding. En waarom denk ik, ja, waarom heet het niet vertrouwensbevordering? He, coördinatie voor vertrouwensbevordering. Ja, en uw rapport, dat heet dan over dreiging. En waarom is het dan niet een rapport voor geborgenheid? He, klinkt heel anders. Het is een detail, maar het klinkt toch heel anders. Ik wou het toch even gezegd hebben ook. Want jij, wat dat betreft klinkt het eigenlijk wel goed tussen ons ook. He? Ja. Nou goed, ik ben nu met Ibrahim hoor, dus dat verder niet. Maar, nou ja, en ik hoor een aantal mensen ook denken, nou wat een wijze taal. Maar ik moet wel even zeggen, ik heb me laten flankeren. Ook. Ik hoorde dat meneer Abelsberg dat deed, zich laten flankeren. En toen dacht ik, nou ja, dat doet ook. Dus ik, ja, nee, ik heb dus Wiepie en Ali gebeld. En ik zei, nou, willen jullie mij flankeren? En ze zeiden, wat is dat nou? Uitgelegd, zij kunnen dingen altijd heel mooi zeggen. Dus ja, ik weet niet of het gefilmd wordt, daar is de camera, hier volgens mij ook. Maar nou, Wiepie en Ali, dank je wel. Dank u. Zo. Ja, goedenavond. Mijn naam is Janita en ik ben hier vanavond als taalexpert aanwezig. Dat is wat overweldigend voor u, hè, zie ik. Ja. Ik weet ook niet of iedereen weet wat het is, een taalexpert. Steek anders even uw hand op, want u kunt dat heel goed, heb ik net gezien. Weet u wat een taalexpert is? Nou ja, dat is weer die jonge man waar het zo goed mee klikt, ook net met mijn collega. Nou, vorige week was het in het nieuws. De overheid gaat taalexperts inzetten om boodschappen van de overheid in begrijpelijkere taal aan de burgers te brengen. He, want met alle respect, de teksten van de overheid aan de burgers moeten begrijpelijker. En daarvoor worden taalexperts ingezet. Nou, daar ben ik. Ja. U kunt ook directduidelijk.nl, kunt u het allemaal lezen, van de Direct Duidelijk Brigade, daar ben ik van. Ja, en nu zie ik u denken, wat doet u dan hier? Nou, tegen de tijd dat ik was aangesteld, was het eigenlijk te laat om me nog met de tekst van de heer Abelsberg te bemoeien. Maar ja, toen is even gekeken, ja, is het nodig? Want ja, het is en blijft wel een ambtenaar, met alle respect hoor, maar toch, ja. Nou, is het nodig? Toen is even gekeken, nou, wie hebben zich aangemeld? Even nagegaan. Wat is een beetje, ja, wat is het niveau ook? Wat we kunnen verwachten. En toen zeiden ze, nee, kom maar. Dus, nou, hier ben ik. Wat ik ga doen, ik ga de lezing van de heer Abelsberg ga ik eigenlijk opnieuw doen. Maar dan in begrijpelijke, heldere taal. U mag ook opletten of u zich erin herkent. Ja, dan niet. Zijn lezing bestaat uit drie punten. Eigenlijk net als een goede preek. Dus wat dat betreft heel helder. Het eerste punt. Ik zoek het even op. Ik heb het natuurlijk meegeschreven. Ja, de eerste 10 minuten, dat is ongeveer dit. We hebben een heleboel meegemaakt in de geschiedenis. Ja? Als er vragen zijn, steek gewoon uw hand op, hè? Want ik neem alle tijd voor u. Dat was deel 1. Komen we bij deel 2. Dat is eigenlijk, nu maken we andere dingen mee. Ja? Nee, hij knikt wel. Oké. En dan het derde. Het eigenlijk blijven hopen. Dat is in het kort. Nou ja, u had er wat meer tijd voor nodig. Maar ik ja, nee, ja. Dat geeft niet. Het landt nu wel bij de mensen. Snapt u? Het landt nu wel. Ik zie ook wel een lichte teleurstelling bij u. Hoor. Van nou heb ik zoveel werk in die woorden. En dat kan dus eigenlijk ook zo simpel. Ja, zo simpel kan het zijn. Het leven is niet zo ingewikkeld. Maar ik wil voor u, omdat ik wel merk dat het niveau best wel... Ik wil nog een paar dingen uitlichten dan. Het heil komt niet van de overheid, zei hij ook. Wat betekent dat?
Dat betekent echt, los uw eigen problemen op. Ja? Ga ook eens voor de klas van uw kind of voor uw kleinkind staan. Koop uw eigen stikstofzuiger. Dat. Tweede, Rooms-Katholieken werden altijd gewantrouwd. Nou, het is echt zoiets als, pas op met katholieken. Ja, is altijd goed om in uw oren te knopen. De koopman wint het van het dominee. Nou ja, uiteindelijk gaat het altijd om geld. Het midden, ik hoop ook dat u weet wat het midden is. Dat zou wel... Ja, oké. Okay. Fijn. Ja, en de Gideonsbende, had ik nog even een vraag aan u. We hadden natuurlijk veel over die Gideonsbende. Was voor mij ook niet helemaal helder, dus dat check ik dan even. Het is een verhaal uit de Bijbel, dat weet u. Verhaal uit de Bijbel. En ik vroeg me nog af of u ook bedoelt dat u bij de uitgang straks iedereen een ramshoorn, een fakkel en een pot aardewerk mee gaat geven. Of dat... Ja, want ik dacht, nee, misschien dat u dan wil dat zij vanavond om hun staat als een soort terrorismebestrijding ook... Dat, oké, okay, nee wel. Nee, nou ja, ik dacht, check het in. Nou, dat is dus de bedoeling. Ja, nou ja, meneer Elbersberg, u kunt er dus bij deze van aan dat uw verhaal nu ook echt... Ik zie het ook bij de mensen knikken, dat het echt nu begrepen is. Ik heb het heel graag gedaan. En u mag applaudisseren. Ja, dank u. Bij deze lezing, dit thema, moest ik denken aan een verhaal van mijn dochter. Mijn dochter van 7 staat met haar winterjas aan in de gang. Het is mei, buiten is het 20 graden en het kwik is al heel vaak heel ver boven de winterjassengrens gestegen. Maar zij weigert om hem uit te doen. De meester is weg. Een andere baan. En de juf die er nu is, blijkt geen reddingsboei. Er was niemand anders. Maar wat eens een leuke klas was, is verworden tot los zand. Er is geen richting, geen helderheid, geen samenhang. En zij kent dit al te goed. Zo ging het vorig jaar ook. De leerkracht die uitviel... de grond onder haar voeten vandaan en er was niemand die dat gat ging vullen. Zij gelooft er niet meer in. En ze trekt de rits zo hoog als ze kan. Deze jas is haar schild voor de wereld, haar schuilplaats. Hou haar maar thuis, zegt de arts, als ze 's nachts ook niet meer slaapt. Ik neem haar mee... naar Vlieland, naar de leegte, waar geen onrust binnenkomt van een juf die kan gaan schreeuwen of een agressief klasgenootje. Hier is alleen de leegte, de natuur, de duinen, de zee, de bomen, de bloemen, de vogels. Hier is een nieuw verhaal. En ik zie haar langzaam tevoorschijn komen. En als we de laatste dag op het strand zijn, dan regent het. En ze pakt mijn hand vast en ze zegt... Mama, ik heb misschien een beetje een gekke vraag, maar mag mijn jas uit? Ik knik, ik pak hem aan en ik zie haar rennen naar de vloedlijn. En met dit verhaal in mijn achterhoofd zag ik opeens heel veel mensen... hun winterjas nog aan hebben en schreef ik dit lied. Trek je jas uit. Even opnieuw. Ja. Ik heb een probleem. Kan je mij even helpen, Jan? Sorry. Het wordt een heel mooi nummer, maar ik moet hem even transformeren. Dat is een probleempje. Ja, dat gebeurt ook zo. Hij was er vast. Nee, hij stond er. Ja. Zou je dan...
Speel maar gewoon. Trek je jas uit, trek hem uit. Trek je jas uit, trek hem uit, trek hem uit. Er is zon voor je huid en de regen kan zacht zijn. Trek uit, trek je jas uit. Open je rit, dat het zonlicht in streepjes je hart zachtjes raakt. En niet door een sluiting je leven bewaart. Trek je jas uit, trek hem uit, doe trek hem uit. Er is zon voor je huid. Bouw toch torens, kantelen, waarmee je kan spelen. Maar eerst nu die jas, trek hem uit. Trek je jas uit. Trek je jas uit, toe trek hem uit, toe trek hem uit, hoor een ander geluid. Bouw toch torens, kantelen, oh mens, ga toch spelen, maar eerst nu die jas, trek hem uit. Dank je wel. Met dit mooie optreden komt een einde aan deze tweede protestantse lezing. Hartelijk dank aan Pieter-Jaap Albersberg voor het uitspreken van de lezing. Hartelijk dank aan u allen voor uw aanwezigheid en voor de vragen die u heeft gesteld. U bent van harte uitgenodigd zo hier bij de borrel. Ruimte genoeg om elkaar te ontmoeten. Ik wens ons nog een hele mooie voortzetting van deze avond. Dank u wel.